Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de premium partners van PSV en Brainport Eindhoven. Iedereen gaat, iedereen vertrekt. En ik was gewoon een langzittende. Ja, hè? Hoe zeggen ze altijd? Ik was een rupsje. Ik was eerst een rupsje, toen ging een rupsje in de cocon. Toen werd ik een vlinder, ben ik heel lang een vlinder gebleven. Die wel kon vliegen. Maar nu ben ik eindelijk gevlogen. Zo, so, Gen? Drix. Drix. In Russian, Hendrix. 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 Het is een bengeltje hoor hier. Huh? Ben jij een boefje? Hé, hey, zie je al iets? Ja. Wat dan? Ja, maar kijk eens daar. Daar. Papa. Is papa op de muur, hè? Zullen we naar papa gaan? Ja, ik ben meer. Ja, kom. Gaan we eens kijken daar. Kijk, zullen we eens kijken? Dat is cool, hè? Hij lijkt gewoon echt sprekend, vind ik. Het is misschien straks die haartjes nog bijwerken, maar... Doe maar box geven daar zo. Cool, hè? Ah, dat was wel bijzonder. Ze hadden gewoon, ja, ze kunnen iedereen erop schilderen, toch? Je hebt zoveel keuze. Maar ze mij hebben gekozen, ik weet ook niet waarom, maar... Ja. Ik bedoel, je hebt zoveel legends hier. Ik bedoel, grote namen die ik gespeeld heb. Misschien gewoon de binding met de club of zo, denk ik, of met de stad. Het is echt nog lekker weer ook, hè. Eind november. Ja, ja, 7 jaar. Ik ben al 25, dus 18 jaar, hè. Ja, het is echt raar om te beseffen dat die er straks gewoon niet meer is. Dat ik gewoon ergens anders naartoe rijd. Voor mij is gewoon heel mijn leven al PSV geweest, dus ja. Echt raar dat ik straks gewoon in een andere stad... aan het rijden ben. Dat je misschien in je hoofd gewoon denkt van... ja, ik ben nu hier, maar straks is weer PSV. Straks is weer normaal. Maar dat is niet. Kunnen we zo nog een lekker kibbelingetje halen op de markt? Oh. Lekker, man. Gaat wel missen, hoor. Ja, zover is het nog niet. We hebben nog even. Ja, het is altijd Eindhoven, Eindhoven en PSV is gewoon de rode draad in mijn leven. Een rood-witte draad. Echt een fijn plekje, ja. Kijk, het is natuurlijk mijn laatste seizoen hier. Dat wil ik wel gewoon mooi afsluiten. Het zal echt mooi zijn. Mm. Ja, nu op dit moment, ik weet gewoon aan het einde van het seizoen loopt mijn contract af. Dus ben je nu al echt, denk je wel al aan de volgende stap. Want ja, je weet, het einde is in zicht, zeg maar. Maar ja, nu zit het er wel aan te komen. Maar ja, waarheen, dat weet ik nog niet. PSV, ja, PSV was mijn leven. Ja, op een gegeven moment... Er komen er wel wat dingen en op een gegeven moment krijg je een beetje een mindere fase. En dan is het wel een keer van, oké, deze zomer zou ik al gewoon een stap moeten maken. Want het is een beetje een uitzichtloze situatie, wil ik ook weer niet zeggen. Maar het zou misschien beter zijn om een stap te maken, zeker afgelopen zomer. Maar ja, dat is helaas niet gebeurd. Ja, dat was wel, denk ik, het eerste moment dat ik dacht van, oké, nu zijn we klaar voor een stap om te gaan. Zeker ook als mens, als nieuwe avontuur, nieuwe uitdaging, nieuwe prikkels. Dat maakt je als mens, denk ik, ook beter en rijker. Ik zei altijd al dat ik
ja, mezelf wel echt in Italië zie spelen. Dus die staat eigenlijk wel met stip top 1. Ik zie mezelf absoluut niet als ik in mijn eentje zou zitten naar Rusland of Azerbeidzjan, wat je zegt. Nou, ik zou er in mijn eentje moeten zitten en zij blijven hier achter. Dat zou ik echt voor geen goud doen. Ga je vanavond kijken, Lona, papa? Voetballen. PSV voetbal, hè? Ja, het stadion ligt hier tegenover, dus dat is 2 minuten rijden. Dus wij gaan zo wandelen, dan bespreking, dan eten, dan nog een bespreking en dan gaan we... Nee, is nog niet bekend. Oké, maar ik denk... Ja, weet ik niet. Ik denk dat we gewoon spelen zoals de laatste weken, dus... As always, I'm ready. Zeg maar, succes, papa! Dankjewel, schatje. Ja, papa gaat goed voetballen. Doei, doei! Daar stel ik me altijd wel op in. Maar dat je niet start, dat weet ik wel vrijwel zeker. Dus dan leef je automatisch wel anders naar zo'n wedstrijd toe. Als je al weet dat je gaat spelen, dan ben je heel dag al voor je een beetje zo... gezonde wedstrijdspanning, weet je. Dat is gewoon lekker. Dat je gewoon weet van, oké, vanavond gaat het gebeuren. En nu, als je weet dat je niet start, dan leef je toch een beetje... wat gemakkelijker, wat rustiger naartoe. Met al bezig met de wedstrijd, maar nu bijvoorbeeld, weet je wel... Ik zou het uitzicht genieten, gewoon daaraan denken, andere dingen. Als ik zou spelen, dan ben je echt alleen maar met de wedstrijd bezig. En nu heb ik een beetje aandacht voor andere dingen. Afgelopen zomer heb ik wel echt even de knop om moeten zetten. Want er was gewoon sprake van een vertrek. En daar had ik me eigenlijk stiekem wel echt op ingesteld dat het dit jaar zou gaan gebeuren, deze zomer. Maar ja, door heel veel omstandigheden is het uiteindelijk niet gebeurd. En toen weet ik nog dat we in Slovenië waren tegen Moeren. Dat de trainer mij vertelde dat ik op de tribune zou zitten. En toen knakte er wel even iets in mij. Dat, weet je, ondanks dat ik wellicht bezig was met een vertrek, verzaakte ik nooit. Hij dacht dat ik gewoon, of hij vond dat ik te veel met een vertrek bezig was, dat ik er niet helemaal met mijn hoofd bij was. En geef ik hem deels wel, ja, op dat moment niet, maar nu geef ik hem er wel deels gelijk in. Want ja, ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik die zomer zou willen vertrekken. Is uiteindelijk niet gebeurd, maar op dat moment dacht ik van ja, luister eens, ik ben de man met de meeste ervaring hier in het team. Bij de club en al heb je me nodig, denk ik dat je mij gewoon het beste kunt gebruiken. Zo denk je op dat moment al spelen, maar daar dacht hij op dat moment anders over. Dus ja, dat was wel even, toen zat ik er wel even doorheen. Maar ja, een week later tegen Rozenborg moet ik na 20 minuten bij wijze van spreken alweer invallen. En moet je die kwalificatie op de streep trekken en dat ging wel super goed, weet je wel. Dus in een week tijd ben je van zero, ja, hero wil ik niet zeggen, maar van 0 naar 100 kan het heel snel gaan en draaien in het voetbal. En, toen heb ik wel echt even de knop omgezet van oké, het kan zo snel gaan. Er gaan nog genoeg mooie momenten komen dit seizoen bij de club en laten we er gewoon het beste van maken. Dan heb ik alleen maar mezelf mee uiteindelijk, want ja, hoe beter ik mezelf laat zien en hoe meer ik ervan geniet, des te kans is groter dat er straks een andere club komt bijvoorbeeld, weet je wel, die dat ook heeft gezien. Granada zou zomaar mijn laatste Europese tripje met PSV kunnen zijn. Maar ik hoop dat ik minimaal nog eentje aan vast mag plakken, dat we gewoon goed resultaat halen. Volgende week ook, en dat we dan gewoon overwinteren en nog een rol van betekenis kunnen spelen. 5:30 meeting. 6:00 pre-match meal. 19:20 meeting. 19:35 departure to the stadium. 9:00 Granada PSV. Hoi. Nice, let's go.
En wint PSV. En kan ik u vertellen dat ze door zijn. Want Omonia wint van PAOK. Dus dat is dubbel groot nieuws. Ja. Dank je, man. Sowieso uittrip je bij, hè? Hoppakee. PSV wint hier. En het is een zwaar bevochten, zeker in de tweede helft. Zwaar bevochten overwinning. Maar dat maakt niet uit. Maatje! Hey, ben je net terug? Ja. Ik zeg, ben je er weer bij en dan ga ik. Ja, ik ben er. Niet verwacht dat zo snel. Nee, ja, het kan snel gaan, jongen. Even die... Hey. Ja? Gaat het gebeuren? Ja, man. Ik heb wel tering snel, hè. Ja, jongen. Ja. Je weet wel alles van hoe snel het kan gaan. Ja, zeker, man. Maar daar is ja. Doen we vandaag afscheid aan? Ja. Nee. Ja, ik ga daar gewoon doei zeggen tegen jullie. Speelronde 15 is dus onderweg. 5 wedstrijden gezien. Morgen hebben we onder meer de Rotterdamse derby. En natuurlijk de topper tussen Ajax en PSV. En Jorrit Hendricks gaat die topper niet meer meemaken. Althans, niet in de arena. De middenvelder van PSV is op weg naar Spartak Moskou. En reisde vandaag al niet meer mee met de bus richting Amsterdam. De bus werd uitgezwaaid door de harde kern. Het contract van Hendricks loopt deze zomer af. Dus op deze manier kan PSV nog wat verdienen aan het product van de jeugdopleiding. Onder Roger Schmidt kon Hendricks niet op veel speeltijd rekenen. Klein beetje pijn. Klein beetje spannend, hè? Ja. Ja, jongens. Zullen we die terugleggen? Ik ga even wat voetbalschoentjes in pakken. Kan je papa helpen met de spullen pakken? Zullen we voetbalschoentjes in de tas gaan doen? Dat heeft papa wel nodig daar, hè? Ja, ja. Heeft papa allemaal nodig, hè? Slippertjes. Nog meer dingetjes? Nee. Dus ja. Dat was het dan, denk ik, zoetje. Ja. Laatste keer gewoon. Echt bizar. Ik moet donderdag die kant op, dus ik zou in principe ook woensdag nog kunnen komen gaan kijken, woensdagavond. Ja. Zou mogen toch, in de verlenging of zo? Kunnen we nog de laatste keer gaan kijken? En dan donderdag gewoon. Ja, we moeten naar Dubai toe. Ja, ik hoor het. Dus nu naar Keuring dus ja, Keuring daar en dan gelijk op trainingskamp. Dus, ja, dat blijven we. Ja. Ja. Dat is wel even een beetje opwarmen voor min 30 daar zo. Jongen, jongen, jongen. Goed zo. Bizar, man. Ja, echt bizar dat ik hier gewoon voor de laatste keer ben, man. Ik leg er zelf uit. Houden we. Ik wel, Ja, bedankt voor alles. Graag gedaan, jongen. Het was geen veel opdracht om jou Nee? Te helpen. Oh, gelukkig. Is dat schilder? Ik zei net al, in het begin. Toen ik hier in het begin kwam, en toen durfde ik niet eens een kaartje te vragen voor de wedstrijd. Ja. Ja, maar je moet allemaal wegzoeken. Straks als je een keer die kant op komt, dan een flinke wodka drinken, of niet? Ik kan het nog niet beseffen eigenlijk. Als ik s'avonds naar bed ga en 's ochtends wakker word, denk ik echt van... heb ik iets gemist of zo, hè? Ga ik echt naar Spartak? Ja. Ja. Wat is dat, papa? Ja, mooi, hè? Daarkant. Wat? Daarkant. Ja, daarkant. Nee? Nee.
Ja. Hier is het allemaal begonnen voor papa. Kijk, en hier ging papa zo het veld op. En dan zat mama daar zo, samen met opa nog. Opa van de sterretjes. Ze zaten allemaal hier. En toen deed papa hier voetballen. Kijk, deed papa zo het veld op. Papa zo zwaaien. Dat is cool, hè? En daarna ging papa naar het stadion. Weet je wat, het grote stadion waar je ook wel eens bent geweest? Ja, mooi, hè? Het is wel jammer dat ik niet zo weg ga. Had ik zo. Ja, toch nog een paar keer mogen dragen, maar. Als we gaan beginnen aan de eerste topper sinds maart 2020. Kijk toch al. Ajax had twee keer verloren in het eerste gedeelte van de competitie van Twente en Groningen. Gelijk... Ah, dan kom je hier kijken, hè, boe? Ja, zo'n groot stadion, gewoon helemaal leeg. Kut stadion, man. Oh. Zahavi, daar komen ze in beweging met Doniel Malen. Terug naar Zahavi. Hoppa! Come on! Schat, we hebben nog bier nodig. En zo wordt het 0 tegen 2. Waar het bij hem begint. Dit is wel heerlijk, zeg. Tering. Moskou. Moskou. Goed hoor. Ik ga bij Moskou wonen. Ga je bij Moskou wonen, meneer? Ja. Wel een klein beetje spannend, hè? Ja. Een klein beetje spannend. Ja, echt van die compounds. Hoeveel mensen zullen daar kunnen wonen? Oh. Ja, een goed huis is wel belangrijk om je thuis te voelen. Dus daar gaan we even naar op zoek. Maar dat komt wel goed. Ik weet niet of ze daar een machtje hebben of... Die hebben nou, een, zelf macht, een wel, machtje ja. Sowieso niet. Nee, maar ja, het is gewoon een grote internationale club. Er zitten zoveel buitenlanders. Ik bedoel, die helpen ze echt wel op weg. Want ja, hè. Het is ook wel top, hoor. Daar is de 2-2 van Ajax. Blinde toch niet, man. Kut al er ook nog, hè. Deze goal is geen twijfel. Ajax... Na 21 minuten met 2-0 achterstop, weer naast PSV. Ja, maar daar is weer niet tegen, jongen. Ja, dat weet ik zo. Kut daar, dit zo, jongen. Jammer. Het gaat nu toch echt gebeuren. Dus ja, dat is wel even bizar. We hebben er natuurlijk een aantal keer best wel dichtbij gezeten. Spezia, Bologna. Maar ja, dit was het echte werk. Ik moet zeggen, ik merk wel bepaalde reacties vanuit de omgeving van... Oeh, Rusland. Ja, ja. Ik ben er een keer geweest en eigenlijk zie ik me daar eerder zitten... als een klein dorpje in Spanje, bijvoorbeeld. Wat... Ja, het is een wereldstad. Het is niet alledaags, daarom ook wel weer gaaf of zo. Ja, iedereen zegt ook in onze omgeving... Oh ja, ik zag je eerder in Italië, in Spanje, in Duitsland. Dus dit is ook wel weer extra bijzonder of zo. Het is, ja, je gaat dadelijk je dierbare plekken laten zien... waar ze normaal gesproken niet zo heel gauw naartoe zullen gaan. En dat wordt ons nieuwe thuis, ja. Dat was een buitengewoon interessante wedstrijd, deze editie. Boeiend, zoals gezegd, was het. Ajax-PSV eindigt in 2 tegen 2. Nou, daar zitten we niks meer op, hè? 2-2. Hey Lennart. Is goed? Geht's? Ja, sehr gut. Und dir? Ja, gut, ja. Bist du traurig, wenn ich dich sehe? Ja, ein bisschen. Ja. Letztes Mal hier. Morgen früh fliegen wir, so. Ja. Schwer. Neuer Abschnitt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber letzte say drei. Goodbye is always. Ja, that's nice. Yeah, yes, ja, hartelijk welkom bij een Matchday Show. Een hele bijzondere, je ziet het hier. Hij zit al klaar, onze speciale gast, een echte PSV'er in hart en nieren, Jorrit Hendricks. Hij gaat ons verlaten, hij gaat naar Spartak Moskou. Oh, het is koud, man. Ik ben niet koud met de tennis. Ja, het is best wel koud.
Kun je even een keer wat lager? Of? Laag. Ja, laag? Dus toch knielen. Knielen zo. Beetje knielen, ja. Jezus. Mooi met die schalen. Yes. Ja. Ah, man. Ga nog één keer... Waar is hij nou? Godverdomme, mooi ding, man. Hoe dat voelt nou? Ja, hij zit even dik. Hebben ze die gewoon eraf gehaald? Ja, zo voelde dat. En dan... Jongen, heel veel succes. Dankjewel. We gaan het volgen. Ja, dat is goed. Doe dat maar. Oude kanjer. Ja, mooi man. Dankjewel. Top. AZ wint in Eindhoven, komt op 3 punten van PSV en doet dus weer mee. En voor PSV een valse start van 2021. Zullen we wat zeggen dan? Ik zal het deze keer wel kort houden. Ja, yeah, it feels special to me that you treat me like this way, also with the video messages and social media, and you speak to me personally. So that's what does me to me. It touches me the most in the heart, and it will stay forever in my memory. So thank you again, guys, and I will all follow you. Thank you. Yeah. And keep your head up because next game is coming. It's only one loss. Hey, rustig aan, maat. Doei. Doei, doei. All the best, jongen. Dankjewel, Bas. Wat mooi, jongen. Komt goed. Bedankt allemaal, hè. En tot nog een keer. Ik kom vast nog een paar keer langs, hoor. Ja, tuurlijk. Houden. Dankjewel. Oh, jongens, toch. Dat was hem dan. Tot in Dubai. Doei, doei. Doei, doei. Can I sing a Dutch song so nobody will understand? It's good. Okay. One, two. Vraag toch, ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur s'nachts. We liggen op bed. Maar niemand. Best leuk, hè? Zullen we zwemmen? Ja, we kunnen ook al bij het zwembadje gaan zitten, hè? Ja, ik wil zelfs. Ik wil een klein zwembad. En water. Papa. Kom, schatje, gaan we die kant op. Ik wil een klein water. Het is lekker zandje, hè? Oh, wat lekker. Kun je ook de baby shark? Doe eens de baby shark. Kleine levensgenieter, hè? Dat is leuk, hè? Heb je? Hey. Alles goed? Alles goed met jou? Ja, is goed, bro. Spreek je goed Nederlands? Ja, een beetje. Klein beetje. Papa! Ik heb je hele met rust doen. Hallo, ik ben met rust. Hallo, ja, fijn, joh. Ja, tomorrow we have a medical in the hospital. And then after, when everything is... good and signed, I can join the team. So. That's good, then you miss tomorrow. Tomorrow will be hard. Yeah? Yeah, we also have German trainers, PSV, yeah. So we also used to do a lot of things. Yeah. But yeah, I can't wait. So. Yeah, it'll be good. I'm happy to have you here as well. Thank you. Warm welcome, thank you. Thanks you. See you later. See you later. Bye bye. Kijk, voor mij was PSV gewoon altijd een bekende en veilig en vertrouwd. Ja, nu spring je gewoon... ja, natuurlijk, PSV was ook gewoon een volwassen wereld, maar... het is toch heel nieuw voor mij allemaal, alle nieuwe indrukken. Jawel, dit is hem wel.
Of ben ik 04? Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Nou, kom erin. Bootje voor de deur geparkeerd. Wordt wel gek hoor, met een ander logootje in één keer. Dat vind ik wel echt raar. Dat is ook het eerste zeg, als ik stap maak. Ik zie mezelf echt niet met een t-shirt zeg maar, van een andere club of zo. Dat is toch gek? Kom nou. Godverdomme man. Hè? Huh? Kom nou, ik wil trainen. Ik ben klaar voor. David Beckham, man, jongen. Ja, iedereen is nog mee te filmen, man. Ja, ik weet dat hij echt een piekeraar is en dat hij echt kan gaan malen. Dus dat merk je heel duidelijk aan hem. Kijk, dit is voor hem ook nieuw en dan merk je toch dat hij een beetje terughoudend is, terwijl iedereen hem kent als een hele sociale jongen. Maar toch, als je dan zijn nieuwe teamgenoten ziet lopen, dan weet hij toch nog niet zo goed een houding te geven. Van ja, moet ik er nou naartoe stappen of niet? Of wat is op het moment mijn positie? Dus ja, dan denk ik wel van, oh ja, zo ken ik je niet. Maar ook weer wel. Dat het gewoon, ja, het is toch iets spannends, iets nieuws wat je staat te gebeuren. Dus ja, het is wel spannend. Dan word je denk ik van de diepe ingegooid en niemand die je kent. Ik hoop er gewoon meteen te staan en gewoon, ja, dat ik gewoon gelijk thuis voel in het team en gelijk dat terug kan betalen. Kijk, een club werkt vaak met twee of drie opties. En dus hij was eerlijk, zeiden ze dat ook toen ze belden twee weken geleden, een van de drie opties. En hij voldeed gewoon aan de karakteristieken die zij zochten voor het middenveld. Een hardwerkende speler die zichzelf wegcijfert voor het team. Technisch goed, mentaal heel goed en slim. En ja, in het geval van Jorrit is eigenlijk heel veelzijdig. Want hij wil en sportief een mooie stap maken, maar ook qua avontuur. En natuurlijk, het is ook financieel gewoon een mooie stap. Daar wil je ook eerlijk over zijn. Ik bedoel, kijk, ik denk als Jorrit kon ook naar andere landen, buiten Europa. Bijvoorbeeld in de MLS spelen. Ja, dat was ook een geweldige stap voor hem geweest. Stond hij ook voor open. Maar ja, dit hele plaatje is gewoon compleet. Dat kan soms in één dag, wordt een hele toekomst anders. Kijk eens daar. Schatje. Papa. Schatje. Papa. Hey, schatje. Had je papa gemist? Hè? Had je lekker gespeeld vandaag in het zwembadje, had ik gezien, hè? Nee, en met de glijbaan. Was je van de glijbaan afgegaan? Ja. Wow, dat is cool. Oh, moet ik nou meekomen? Ja. Waar gaan we heen dan? Het heeft lang geduurd vandaag, hè? Ja. Nou, ga je ons brengen? Waar moet hij natuurlijk zijn? Daar achter. Oké, dan gaan we naar achter. Het is Gendringax. Hoe? Nou. Gendringax. Niet de arme How do you guys pronounce it? Gendrix. Janil. Oh, Gendringax. Nu gaan we even alles tekenen. Tomorrow 8 o'clock. 8 o'clock. Say cheese. Yay, 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 yay. Papa, nieuwe club, nieuwe club. Papa, nieuwe club. Nou, raas je even uit. Nou, doe maar zo. Doe maar even blij en gek. Problemen, hè.
Wil je deze niet aan? Nee. Oh. Vind je die van PSV mooier? Grappig. Zullen we toch aan moeten wennen, schat? The last 2 days were very exciting. I waited for this moment to sign here. And finally everything is done. I signed the contract and now I'm a player of Spartak Moscow. I'm the happiest man in the world right now. So that's right. So welcome and good luck. Thank you. Thank you. Wil je ook een handje? Zeg maar, yay! Zeg maar, yay! Kom, doe even goed met z'n allen. Hey. Ja, echt top. Echt top. Ja, het is echt. Ik bedoel, alles is gewoon top geregeld. Het stadion is echt fucking dik. Ja? Ja, vandaag de eerste officiële wedstrijd met een basisplek. Waar ik mijn hand voor in het vuur wil steken. Dus, echt gaaf. Nee, echt alles is gewoon. Alles is wel echt op zijn plek gevallen meteen. En dat is wel echt fijn. Ja, echt, ik kan niet wachten. Om gewoon daar alles te ervaren. Ja, we gaan het zien. Tutje uit. Daag. Doei. Oké, doei doei. Doei doei. Dit is opa. Waar is opa? Opa Sterretje. Oh, wil je opa een kusje geven? Mwah. Moet ik hem weer terugzetten? Ja, maar je boven. Oh, daarboven. Ja, ik kan niet altijd kijken, hè? Uiteindelijk dat hij is gestorven, dat had een hele grote impact. Jorrit, die werd, is toen net 17 geworden. Ja, een dag na overleed Wim, ja. Maar het gaf me ook weer de power en de moed en alles om door te gaan. Om het juist voor hem te maken, want dat is wat hij zo graag had gewild. En ja, kijk, tuurlijk, je hebt nu 2 kleine kids en dat zijn juist de momenten dat je heel erg denkt van shit, hij mist zoveel en daar hoort hij gewoon bij te zijn. Dus we proberen hem heel erg gewoon wel bij de opvoeding van de kids erbij te betrekken. Want opa is er wel, maar opa is in de sterretjes en die zal jullie altijd beschermen. Dus ze vragen er ook altijd naar eigenlijk van, oh, opa kusje geven. En als de sterrenhemel is en het is buiten donker, oh, daar opa sterretje. Ja, de grootste, mooiste ster, dat is opa. Ja. Dus ja, dat is soms wel even dat je denkt, oh, shit. Ja, dat is gewoon pijnlijk. Ja. Zo. En ook zijn favoriete knuffel. Ja. Ja. Nee, ik denk dat het echt pas landt als je daar echt zit en dan eerste besef en mismomentje hebt van je dierbare. Dat je denkt, shit, ja, nu had ik toch wel. Vooral ook omdat Jorrit natuurlijk iedere wedstrijd gaan ze in een hotel. Dat je dan wel de eerste keer misschien denkt van, ja, normaal was dan familie of vrienden overgekomen. En had ik niet alleen gezeten. Dus ik hoop gewoon dat we heel snel daar een fijne vriendenkring of fijne contactpersonen opbouwen. Want ja, dat ik niet alleen ben, zeg maar. Het is zo. Morgen is het zover. Gaan we naar de torens kijken? Kom dan. Hoor je een liedje? Ja. Wauw.
heel af en toe dat je 's ochtends wakker wordt dat je denkt van wow, hè? Is het gewoon in Moskou? Hey, af en toe... Hey, ben je gewoon... het is geen Eindhoven meer. Ja, maar het is wel vet. Kijk, daar heb je in Eindhoven niet. Zulke dingen, weet je wel. Maar wel vet, hoor. Echte wereldstad. Er wonen in Moskou volgens mij meer mensen dan in Nederland, joh. Dus... En hier lijkt gewoon alles te kunnen. Hey, Lo. Lo, weet je waar we op zijn? Ja. Dit is het Rode Plein. Ja, het is iets toch, je moet het bezoeken of zo als je in Moskou bent. Weet je wat erop staat op dat gebouw? Nou, vertel het eens. Lenin. Lenin? Lenin. Lenin? Lenin. Lenin, Dat is oude Poetin, zeg maar, voor Poetin. Oké. Okay. Ja. Voor mij ligt dingen daar gewoon begraven, joh, of niet? Lenin. Ja, dat kan bad. Ja. Hallo. This policeman, is Spartak fan. Oké. Okay. Can you Spartak this? Yeah. With the security guy. Yeah, no problem. Yeah, I mean, this is from Lenin. Yes, mausoleum. But is he in there, like buried or not? Yes. Привет. Как дела? Нормально. Хорош? Спасибо. Пожалуйста. Oh. Hij ligt er ook nog gewoon echt, hè? Ja, ga maar mama geven. Thank you. Mama. See you tomorrow. Ja, tot dan. Quarter, like 13:45. Ze hebben hun opa nooit gekend. En ik vind het toch wel belangrijk dat ze gewoon weten wie het is. En ook gewoon voor onszelf, als herinnering, dat hij er gewoon altijd is. Wie is dit? Want ja, hè? Hij was toch wel heel belangrijk in mijn leven. Opa sterretje, hè? Is opa bij de sterretjes, hè? Dit is je papa. Ja, ja, is de papa van is papa, voor papa, hè? Is papa. Ja, dus daar ben ik op zich wel trots op, zeg maar. Ook voor mezelf, maar ook voor hem. Dat ik dat toch allemaal weet te bereiken, zeg maar. Ik ben er heilig van overtuigd dat hij overal meekijkt. Jawel. Jawel, ik denk dat hij trots is. Ja, dat weet ik wel zeker. Wat bent? Mijn mannetje is een beetje moe, hè? Ja. Moet je ook een foto op jouw kamer zetten nog, hè, vent? Die? Moeten we die op jouw kamertje zetten? Ja. Dat je opa altijd een kusje kunt geven, hè? Ja. Wil je opa een kusje geven? Ja. Nou, doe dan. Doe maar zo. Dat is lief. Lief, hoor. En waar is opa? Daar. Ja, en bij de boven, bij de? Sterretjes. Sterretjes. Bij de sterretjes, hè? They were so calm, and now I don't know. Oh, I thought you brought me some new shoes, man. Yeah, you need some new, huh? Wait, number 11, yeah. Yeah. How are you? Nog meer wodka. Ja. Ik denk dat je nooit helemaal went. De eerste week was wel moeilijk. Maar nu valt alles wel op zijn plek. Ook voor de kinderen, de school. Met hun spreken we heel veel af. Ja, ze wonen twee deuren verderop. Maar ook gewoon het idee dat ze gewoon daar wonen. Snap je? Dat je weet van oké, ik zit niet alleen hier. Als er iets is, dan hebben we altijd hun. Dat voor mij persoonlijk heel belangrijk en heel fijn. Ik denk dat ook jongens, want we hebben één jongen in het team, man, Victor. Die woont alleen in een hotel. Gewoon sinds dat hij hier is. Ja, dat, als ik dat zou kunnen, dan zou ik helemaal gek worden. Dus dat is voor mij persoonlijk wel heel fijn dat ik iemand heb, zeg maar, waar ik net op kan bouwen. It's always really easy when you have somebody there who helps you in the beginning, because it's a big change in the beginning, and especially in a culture like Russia where nobody speaks English and everything is very different compared to Holland and Sweden and probably a lot of places in Europe. So
I think it's good for him, but it's also nice for me because me and my fiance Bianca, we don't have anybody to speak English with, really, you know. So it's been really nice that both Julissa and Jorrit are here. High five. Goed zo. Nog één, even maken. Ik heb de eerste week ook wel echt heel moeilijk gehad. Dat ik echt wel zoiets had van jeetje, want ja. Ja, je bent echt als een poppetje met gezinnetje hier ergens neergezet. En dan moet je het gewoon vanaf het begin af aan weer gaan beginnen. En ja, dan moet je hier maar weer iets op gaan bouwen. En dat vond ik wel heel lastig. Maar nu hebben we Jordan en Bianca hier. En dat maakt alles echt zoveel lichter en makkelijker. En we hebben in hetzelfde schuitje gezeten. Nog steeds natuurlijk. En dan heb je gewoon heel veel aan elkaar. Dan vliegen de dagen voorbij en eerst kropen ze voorbij. Dus ja, nee, dat maakt het echt alles, dat bepaalt alles. Mensen om je heen, of tenminste voor ons bepaalt dat alles. Om ergens te kunnen settelen, ergens het fijn te hebben. Dus absoluut. Dat is voor ons, en dan spreek ik ook meteen voor Jorrit, ja, heel belangrijk. Ja. Cheers, guys. Cheers. 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 Cheers to the neighbors. The best neighbors. Good neighbors. Wil jij proosten? Hier, wil je glas? Twee handjes, hè? Samen. Twee handjes. Twee? Oh. Oei. Oké, dankjewel. Goed zo, gaan we weer, jongen. Eerst dacht je dat niet naar je toe wou trekken. Dat was gewoon om even uit te halen. Ja. Zeg maar zo, Nox. Toppie. Toppie. Ja. Yeah. Kom mee. Lennox! Wie is dat? Wie als eerste papa is gevonden? Spartak! Goed zo! Waar is hij dan? Nox, zie jij papa ook? Wat? Ja, dat is hem. I just saw that Jordan is already like warming up. Yes! Woo! No! Jordan! Jordan! Jouw vriend, hè? Nee, hij gaat erin. Oh my god. Ja, hij komt erin. Papa komt erin, Loos. Yes. Ha. Nu gaat het pas beginnen. Nox, ga je ook zwaaien naar papa?
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de premium partners van PSV en Brainport Eindhoven.